Circulair bouwen is eigenlijk verstandiger omgaan met de materialen dat we hebben. Dat kan door die langer te gebruiken, door ze te hergebruiken of indien nodig ook door te recycleren. Vandaag is het eigenlijk belangrijk dat we niet zoeken en lang talmen achter wat dat precies de juiste definitie is van circulair bouwen, maar dat we gewoon dingen beginnen doen. En zoals bedrijven en heel veel aannemers, maar ook ontwerpers, dingen proberen in de praktijk te brengen, zo doet Wienerberger dat ook. Circulariteit is een grote uitdaging voor onze economie en natuurlijk dan ook voor de bouwsector. En als Wienerberger zijn wij heel sterk bezig met duurzaamheid. Vandaar dat wij vandaag deze persconferentie organiseren om aan te tonen dat onze producten en onze innovaties heel sterk circulair en ook recycleerbaar zijn. Het belangrijkste van onze persconferentie vandaag is dat wij ook een testwerf gaan bezoeken, waarbij 18 woningen worden gesloopt en vervangen door 31 nieuwbouwwoningen. Nu, wat uniek is, de oude gevelstenen en de dakpannen van deze oude woningen worden gerecycleerd, hergebruikt op de site zelf. En we vullen deze aan met nieuwe gevelstenen en dakpannen. En wat hier dan uniek is, is dat we voor bij het vermetsen, het verwerken van die gevelstenen, een kalkmortel gebruiken in plaats van een klassieke mortel. Het voordeel daaraan is, als de gevelstenen nadien moeten gerecupereerd worden, dat het heel, op een heel eenvoudige manier kan. We houden hier natuurlijk rekening met de techniciteit en de esthetiek van het product. Maar vooral ook heel belangrijk is dat deze innovaties geen obstakel vormen voor de aannemer en de architect. En vooral ook het kostenoptimale aspect is heel belangrijk.